knap staaltje techniek, hè? Sprangers. Nerd. Weet je, Dennis? Ik had je altijd zo erg beschermd al die tijd. Oh, de extra. Thank you. What a warm welcome. Thank you, extra. Oh, where did he go now? Extra, where are you? Die komt zo wel weer. Misschien heb ik hem wel op camera. We zien het zo meteen. Anyways. Ik heb Dennis altijd beschermd. Oh, dat is nog een extra. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Z'n tweeën. Dat zijn mijn kinderen. Altijd bij mij in de buurt. Ook al zijn ze bij een vader onterecht. Die leugens heeft verteld. En dat het systeem. Het systeem heeft gewoon fouten gemaakt. Weet je, heel veel rappers of mensen, rappers, artiesten, whatever. They say fuck the system. Once again. Voor mij is het, you gotta crack the system. For yourself and for our little ones. Because hey, if you keep the system like it is, do you think we're gonna be healthy? I will be healthy. Healthy for sure. Because hey, I don't need all those other bullshit things. You know, it's just simple life. Simple things. Don't need much. Don't need much. Hey, dat is het beste wat je wil. Gewoon simpele dingen. Simpele dingen zijn gewoon mijn kinderen opvoeden. En gewoon lekker genieten. In een simpele stijl. Ja, wat is simpel. Voor iedereen is simpel anders. Maar hey, that's okay. Dus wat wil ik nou delen? Ik wil iets delen. Aha. Dus het systeem. Want weet je, mensen. Als je aan mijn kinderen komt en ze bemoeien met allemaal vreemde mensen. Ze zijn niet eens familie. En dan denken te kunnen bemoeien terwijl ze geen kaas hebben gegeten van mijn leven. Oh, volgens mij ben ik net één geworden. Oh nee, ik kan niet praten. Dus dat betekent dat ik nog geen één ben. Dus vandaar dat hun allemaal voor mij hebben gesproken. Die Gillian, zij heeft mis. Ik noem dat al die mensen die ons niet gehoord hebben aan ons gegeven. Hun hebben misdaden gepleegd. Dat is het. Ik zocht naar de woorden aan het begin allemaal. Hé, ik was gekwetst, man. Zeker, zeker. Misdaden hebben ze gepleegd samen met Dennis. Dus hoeveel misdaden hebben ze allemaal gepleegd? Dus fuck Team Tilburg. Ja, Tamar, jij bent met de eerste misdaad begonnen. Tegen mij. En wat je allemaal bij mijn moeder hebt gedaan? Wauw. Wauw. Dat wordt nog uitgezocht natuurlijk, hè. Als ik en mijn kinderen veilig bij elkaar zijn. Want geloof me, het recht wordt zeker recht getrokken. Naar mij en mijn kinderen. Dat is al, want dat is het geloof. Het geloof, die weet het. Maar het zijn het systeem, de instellingen, die er een knap potje popwerk van hebben gemaakt. Yes, people, they did. And they believed a white father just because he was working full-time, had a house and everything, you know. But hey, people, do you think that's the material girl? Madonna. Hey, materiële dingen zijn niet belangrijk in het leven. Het gaat om de liefde, de pure liefde. En daar hebben ze wederom in dit Nederlandje de plank op misgeslagen. Daarom zijn die mensen zo koud, hè? Omdat ze die warmte niet geven. En denken wel dat ze kunnen opleiden en kinderen kunnen